En welkom bij Nova. Heeft u de ware nog niet gevonden? Laat dan je eicellen bevriezen. Binnenkort is het mogelijk in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam om eicellen te bevriezen om zo op latere leeftijd zwanger te worden. En dat stuit op bezwaren. Niet alleen bij de christelijke politieke partijen, maar ook in de medische sector is het initiatief met verbazing begroet. Zometeen Fulco van der Veen van het AMC, maar eerst de bezwaren. Ook politiek ligt het onderwerp gevoelig. Janneke Schermers, Tweede Kamerlid van het CDA en gynaecoloog, staat namens haar partij de verschillende media te woord. Hier is ze te gast bij RTV Utrecht. Nou, ik denk dat het een hele andere groep vrouwen is die daarom vragen, om een hele andere reden. En daar zit precies mijn bedenking om deze techniek. Ik vind dat het AMC heel erg ver gaat in het gebruiken van medische mogelijkheden voor niet-medische indicaties. En ik denk dat je daar toch heel goed over na moet denken of dat wel de juiste weg is. Fertility in women is in the egg. And if the egg is frozen, a woman's fertility is frozen in time. It's a novel technique. It's very exciting. And we're very anxious to learn about the results of the study. Ik denk dat het niet ideaal is. Ik denk dat het tegennatuurlijk is. En als je iets tegennatuurlijks doet, dan krijg je ook te maken met de bijwerkingen daarvan. En eigenlijk ben je bezig met gezonde vrouwen mogelijkheden te bieden om eventueel kinderen te krijgen. Maar ook met de mogelijkheid dat er toch sprake is van complicaties, ook voor het kind.